Event- en congresplanner Organize heeft vandaag in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Diëtisten een symposium gehouden met als titel Hoe fout is zout? De activiteit vond plaats in Spice Quest. Aan de hand van een sketch werd er een realistisch beeld gegeven van hoe een hoge bloeddrukpatiënt zijn ziekte ervaart, hoe die daarmee omgaat en waarmee hij dagelijks te maken krijgt. Daarna volgde er een workshop en werd er informatie verschaft door diëtiste Mariska Tayapin. Zij beveelt aan om als mens 5 gram zout per dag te gebruiken en zodoende te voorkomen dat te veel natrium wordt geconsumeerd. Het is een pomp. Het is een pomp, hè? Hij trekt samen en hij ontspant. Trekt samen, ontspant. Elke keer dat jouw hart samen trekt, pers het bloed, je hart pompt bloed naar de organen, naar je hersenen, naar je lever, naar je nieren. Yes? Omdat het pompt, snap je dat dat bloed dat naar die organen toe gaat, een hoger getal is. Dat is dus die bovendruk. Daarom is de bovendruk een hoger getal. Dus omdat het hart pompt, is die bovendruk een hoger getal. Daarom is het 120. Oké, nu wordt het bloed gebruikt in die organen en nu moet hij terug naar het hart. Dat kan alleen als het hart zich ontspant. Het hart doet dit. Hij ontspant en als hij ontspant, gaat er dus weer bloed terug. Want dan wordt hij weer groter en wordt weer bloed naar het hart toe geduwd, als het ware. Maar de organen hebben geen pompfunctie. Dus dat bloed dat naar het hart toe gaat, heeft een lagere druk. Dat is dus de onderdruk. Dus... Dankjewel. Dus de bovendruk geeft, als de bovendruk te hoog wordt, door te veel natriumgebruik, te hoog gehalte, dan kan het schade geven aan de organen. Hoe vaak horen we niet dat mensen een beroerte krijgen? Of dat ze nierinsufficiënt worden, de nieren die achteruit gaan, of eiwitten hebben in de urine door schade aan de nieren. En dat komt door die hoge bovendruk. Aldus diëtiste Mariska Tayapin. Zij sprak vandaag bij het symposium Hoe fout is zout? Georganiseerd door Event- en Congresplanner Organize in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Diëtisten.